Van grijze muis transformeerde ze naar een kleurrijke bloem. Als je 1 jaar geleden zou zeggen dat ze hier nu zou staan, zou niemand je ooit geloven. Totaal afgesneden van haar gevoel, is ze weer volledig gaan leven. Ik ben weer wie ik altijd al was. Haar moeder zei, ik zie mijn eigen dochter weer terug. VA is stap 1 en zeker geen eindstation voor haar. Haar ondernemerstalenten komen weer naar boven en haar leiderschapskills vindt ze weer terug. Ik ga vandaag in gesprek met Meta de Wolde. Welkom alle ambitieuze high potential toppers. Tof dat je er bent en welkom Meta. Tof dat je hier vandaag bent. Wil jij jezelf even kort voorstellen wie je bent, wat je doet met je bedrijf en voor wie? Ik ben dus Meta. Ik ben getrouwd, woon in noorden van het land. En ben vorig jaar begonnen met mijn opleiding tot PA. En die heb ik inmiddels succesvol afgerond. Ik ondersteun drukke online ondernemers met hun financiële administratie. Ja, drukke online ondernemers met hun financiële administratie. Ja, je bent dus nog niet zo lang geleden begonnen met je bedrijf. Het gaat nu al hartstikke goed, boven verwachting. Daar gaan we het straks over hebben. Als je terugkijkt naar de Meta voordat je je bedrijf startte, hè, je was waarschijnlijk helemaal nog niet bezig met van, goh, ik ga een bedrijf starten. Hoe zag jouw leven er toen uit en vooral hoe voelde jij je toen? Ik ben in loondienst, een baan voor 24 uur als administratief medewerkster. En er is weinig potentie om door te groeien. Dus ik zit wat dat betreft heel erg aan mijn plafond, terwijl ik het gevoel heb dat ik gewoon veel meer kan en dat er meer in mij zit. En ja, daardoor ging ik eigenlijk op zoek naar iets wat ik zou willen gaan doen. Mm-hmm. Heb ik een loopbaancoach in de arm genomen en samen met haar ben ik op ontdekkingsreis gegaan. En toen kwam ik een webinar van jou tegen. Die heb ik gevolgd. En na die webinar werd ik toch wel heel enthousiast. Heb ik een intakegesprek aangevraagd. En die heb ik met Dennis gehad. En ja, daarna was ik zo enthousiast. Dan ben ik eigenlijk direct in het diepe gesprongen, direct gestart. En dat is mij tot nu toe zeer goed bevallen. Ja, want je zei van, goh, ik leefde op de automatische piloot. Ik was echt een grijze muis. Hoe voelde jij je in je werk, maar ook binnen je gezin, naar anderen toe? Hoe was dat toen? Want het is nu echt wel totaal veranderd en daar wil ik het zo met jou over hebben. Maar even nog eens even terugpakken op hoe was de Meta voordat je startte voor jezelf? Vooral de grijze muis. Alles was oké. Gingen we een dagje weg? Oké. Gingen we de hele dag op de bank zitten? Ook prima. Ik vond het allemaal oké. Eigenlijk, heel hard gezegd, leefde ik niet echt. Dat is eigenlijk, dat klinkt heel hard en dat klinkt heel naar, maar dat is wel zoals ik hem voelde. Mm-hmm. Ik heb vooral gemerkt dat ik het leven maar nam zoals het was. En prima. Ik doe wel wat de ander van mij vraagt en dat was het eigenlijk. Ja, en hoe was dat dan voor jou met eigen keuzes maken in je leven? Voordat ik hiermee startte, ik cijferde me compleet weg voor iedereen. Ik deed alles voor het gezin en voor iedereen die het maar nodig was. Mm-hmm. Maar Meta die deed er eigenlijk niet toe. Meta was partner, Meta was vrouw, moeder en werknemer. En dat was het eigenlijk wel. En dat klinkt heel sneu nu achteraf. Maar dat was wel zoals mijn leven was. Dat was niet fijn achteraf. Als ik er nu op terugkijk, denk ik waarom? Want toen je erin zat, wist je niet beter? Nee, wist ik niet beter. Nee, ik deed gewoon mijn ding. Nee, je deed je werk, het gezin. Ja. Dat ging echt op de automatische piloot. Ja. Ja. Had je toen dromen? Had je verlangens? Had je wensen? Had je doelen? Ik heb één hele grote droom. En die droom die blijft nog even. Die staat ook heel mooi op mijn moodboard. Ja. En die wil ik ook wel even delen. Er is best wel er zit ook een stuk emotie achter. Mm. Mijn grote droom is een reis naar Hawaii. Die droom die staat al 30 jaar inmiddels. Dik 30 jaar. Jee. Ja, die heeft te maken met een oude jeugdvriendin van mij. Ja.
Dat was ook een basisschoolvriendin. En in die tijd was Glenn Medeiros helemaal hot. Ja. Heel veel zullen we misschien niet kennen, maar goed, dat was een jeugdidool. En die kwam van Hawaii. En mijn vriendin en ik hebben destijds gezegd, wij gaan naar Hawaii. Oh. Nou is mijn vriendin op 16-jarige leeftijd helaas overleden aan een verkeersongeluk. Dus, maar die droom, die heb ik dus nog steeds. Ja. Ik wil al voor haar nog steeds naar Hawaii. Ja. En die droom, die ga ik verwezenlijken, ooit. Maar ja. Die staat wel bovenaan mijn lijst. Kippenvel. Dus het eerste wat ik ga doen, als het financieel kan en de mogelijkheid er is, dan ga ik naar Hawaii. Ja. Dus dat, met je die droom is er. Ja. Met je mee? Ja, mijn dochter in ieder geval. Je dochter, ja. Ja, want die is naar haar vernoemd. Wauw. Ja, want die is geboren in de week dat mijn vriendin destijds haar ongeluk had en is overleden. En ergens in die dagen is mijn dochter geboren, 15 jaar later. Dus dat was precies 15 jaar. En voor mij was op dat moment het cirkeltje weer een beetje rond. Ja. Ik had haar weer een klein beetje terug. Ja. Het verdriet was daarna ook eigenlijk over. Het had een positieve draai gekregen. Ja? Dus wie kreeg haar is sowieso mijn dochter. Ja. Ja. Dus dat is wel heel bijzonder, hè? 15 jaar later, precies rond die periode, ja. Toen werd het verdriet minder. Dat maakte plaats voor vreugde. Ja. Ja, precies. Ja. 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 Minder, maar inderdaad, er kwam iets moois bij. Er kwam iets moois voor terug. Ja. 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 Je hebt jezelf heel lang weggecijferd, je wist niet beter. Nee. Nou, je hebt dat meegemaakt. Je hebt een hele mooie droom die eigenlijk nog steeds niet. Ik krijg een melding dat mijn internetverbinding niet stabiel is. Nou, we gaan het gewoon even proberen. Zag je, bleef ik net behangen bij jou? Ja. Oh. Loop gewoon door. Okay. Goed, maakt niet uit. Ik knip er gewoon tussenuit. Dus je hebt jezelf heel lang weggecijferd. Je wist niet beter. Je hebt een behoorlijk heftige periode meegemaakt met een verlies van een vriendin. En Hawaii gaan heeft er nog nooit in gezeten. Maar als je start als ondernemer, dan kun je het financieel echt wel veel beter krijgen dan een loondienst. Nou, daar ben je nu heel hard naar op weg. Dus Hawaii komt steeds dichterbij. Ja. En om daar te komen, je zet natuurlijk, je hebt iets heel, je hebt iets open moeten breken van jezelf, hè? Om hier doorheen te gaan. Want ja, je noemt jezelf een grijze muis, je leeft op de automatische piloot en toch heb je voor het ondernemerschap gekozen. Wat maakte nou voor jou dat jij vertrouwen kreeg in de kwaliteiten die jij te geven had aan anderen? Dat is voornamelijk gebeurd in het gesprek die ik had met Dennis. Die noemde een aantal dingen en daar werd direct iets in mij wakker. Dat ik dacht van, oh wacht even, maar ik doe er ook toe. Ik doe er toe, ik mag er zijn, ik mag zijn wie ik ben. En zoals ik ben, ben ik goed genoeg. En wie me niet moet, die moet me dan maar niet. Maar oké, dat is dan maar zo. Ja. En dan nemen we dan van hun dan maar afscheid. Prima, helemaal goed. En dat heeft wel bij mij wel zoveel teweeg gebracht, dat ik eigenlijk diezelfde dag nog een knop heb kunnen omzetten naar een heel positief iets. En dat ik dus er echt achter kwam van, ja, ho, wacht even, ik kan dit zeker wel. Ja. Ik kan dit, en als ik dit maar wil en mijn mindset goed zet, dan kom ik er ook. En dan kan ik dit. En ik weet van verhalen van mijn ouders dat ik best wel een ondernemend kind was eerder. Oh, echt? Ja, dus die kwaliteit zit er zeer zeker wel. Ja. En wat ik ook steeds meer weer terugkrijg, is dat ik ook een stuk leiderschap schijn te hebben in het verleden al. Ja. En die ontdek ik nu toch steeds weer meer, dat ik dat eigenlijk best wel heb. Dus dat was voor mij ook best wel de stap om te zeggen van, ik ga dit toch doen. Ik kan dit. Dus ja, ik heb gehoord dat ondernemende en leiderschap, dat heeft er eigenlijk altijd wel ingezeten. Ja. Maar dat werd jou verteld? Nou ja, dat is iets wat ik
zelf niet meer wist. En nu ik daar af en toe weer op terug word gewezen, dan denk ik van ja, dat is ook inderdaad wel zo. Ik heb heel vaak graag het voortouw willen nemen bij mensen of in groepen. Of al heel jong, mijn moeder zei van dan liep je door de straat en dan liep er een hele kudde kinderen en liep achter jou aan. Maar jij liep altijd voorop. Jij leidde dat groepje. Dus dat was al heel jong eigenlijk. Dus bizar. Bizar. En, ja, ik weet natuurlijk al hoe het werkt. Maar, ja, maar gewoon dat je dat bent verloren. Ja, precies. Dat ben ik ergens onderweg, ben ik dat kwijtgeraakt. Ja. En ik denk dat dat al een stuk kwijt is geraakt door persoonlijke omstandigheden. Hè. Onder andere dat het deel met mijn vriendin, maar er is natuurlijk veel meer gebeurd in het leven. Ja, natuurlijk. Ik denk dat ik daar langzamerhand mezelf gewoon ben verloren. Ja. En ik heb me nu weer teruggevonden. En ik, nu komen ook langzaamaan weer dingen terug waarvan ik denk van, ja, zie je wel. Dat had ik altijd al. Dat was er al. Dus het komt nu gewoon eigenlijk allemaal weer terug. Die berg sneeuw, die verdwijnt nu. Ja. En er komt nu weer dingen boven me. Zie je wel, ik wist het eigenlijk allemaal wel. Ja. En eigenlijk zat dat al in me. Ja. En dat was er gewoon even niet. Maar het komt nu allemaal langzaamaan, komt dat weer terug. Ja, de meter die ondergesneeuwd was, waarschijnlijk door dingen, hè? Ja. Meerdere dingen in het leven. Want ja, jeetje, we maken toch allemaal heel veel mee in het leven. Ja. Dat maakt dat je nou ja, ondergesneeuwd wordt of een muurtje om je heen bouwt. En dingen dus die erin zitten niet eruit laat komen. Ja. En nu merk je van, goh, weet je, er is eigenlijk maar heel weinig nodig geweest. En jij had weer die eye-opener van, ja, je bent van een grijze muis gegaan naar... Nou, naar een zeer kleurrijk persoon inmiddels. Ja. Heel vrolijk, heel positief. Nog steeds klaarstaan voor iedereen, maar niet meer mezelf wegcijferen daarin. Nee, precies. Daarin nog steeds voelen naar mezelf. Ja, voelen, ja. En hoe zien anderen jou nu? Nou, de mooiste vind ik dat ik van mijn moeder terugkreeg. Ik zie mijn eigen dochter weer terug. Oh, ja. Oh, dat is wel, ja. Ja, dat was een van de eerste die zei van, ik zie mijn dochter weer van, ja, als kinderjaren, als puber, die ze gewoon, de meta die ze hoort te zijn. Ja. Nou, dat een beter compliment kan ik niet krijgen. Dat is wie ik ben. En dat, wat fijn dat ze dat nog kan zeggen. Ja, daarom. En die steun van haar en ook van mijn vader, dat is gewoon enorm. Ja. En dat is vooral dat zij nu weer zien dat ik weer ben wie ik eigenlijk altijd al was. Maar die ondergesneeuwd was. Ja, dat is het beste compliment wat ik ooit heb kunnen krijgen in de afgelopen jaren. Ja. Beter kun je niet krijgen. Nee, fantastisch. En, ja, hoe tof is dat binnen je gezin, binnen je familie, maar ook voor je klanten die je helpt. Je helpt ze met hun financiële administratie. Ja. Daar heb je altijd in gezeten. Klopt. Dat blijf je doen. Daar ben je goed in. Dat ken je al. En daar voel je je als een vis in het water. Ja, dat klopt. Je hebt nu een aantal klanten. Je staat ook op een kantelpunt om te gaan kijken van goh, hoe kan ik Lonies nu gaan verlaten. Want het gaat ontzettend goed, hè? Het vinden van klanten. Ja, dat lukt redelijk. Ja. 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 En je had zoiets van oké, nou, dan kom je op dat kantelpunt. Dan moet je dat gaan kijken van ja, in het begin ga je meer uren werken om vervolgens inkomen op te bouwen als zelfstandig ondernemer naast je Lonies. Dus nu ben je eigenlijk al aan het sparen voor Hawaii. Ja. Precies. Daar wijst het van, hè? Ja. Zo kun je het natuurlijk zien. Hoe ervaar je nu dat als ondernemers nu jouw klanten bij jou terugkomen en jou waarderen om het werk wat je doet? Merk je daar verschil in tussen loondienst of je klanten? Ja, zeker. Loondienst is... je gaat toch een beetje mee in de flow. En ik merk nu vooral met mijn klanten dat het stukje waardering is gewoon een stuk groter. Dit is voor mijn gevoel ook oprechter. En ze zijn gewoon heel dankbaar met wat je aan het doen bent. En het stukje enthousiasme daarin, dat neem ik natuurlijk ontzettend mee. Ja. En dat voelen zij ook enorm. Ja. En daar word je dan ook weer om gewaardeerd. En het is toch, het contact daarin vind ik een stuk fijner. Contact is fijner. Meer waardering, ja, er meer energie van.
Ja. 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 En nou, dat zijn kwaliteiten die je al van jezelf zag, hè, toen je begon. Zie je nu nog meer dingen van jezelf? Ja. Ergens een pareltje blinken, zeg maar, van goh, oh, daar zit misschien ook nog iets, daar zou ik ook nog wel eens iets mee kunnen in de toekomst, of willen, of ben ik nieuwsgierig naar. Ja, ik heb nog een paar dingen eigenlijk wat ik nog graag wil gaan doen. Ja. Vooral het social media support, dat vind ik ontzettend interessant. Ben ik natuurlijk nu met mijn eigen bedrijf ook mee bezig. Dat is nog een hele grote ontdekkingsreis, maar wel heel leuk om te doen. Mag ook graag creatief bezig zijn, dus dat past daar dan ook wel weer goed bij. Ja. En een stukje HR-ondersteuning. Vind ik ook, dat heb ik ook bij mijn werkgever al wel eens gedaan. Ja. En dus daar ook wel enige kennis van. En om dat dan te kunnen gaan aanbieden, dat vind ik eigenlijk, dat begint ook wel steeds meer te kriebelen en meer te borrelen. Dus daar ben ik me ook in aan het verdiepen om te kijken wat ik daar nog kan gaan doen. Ja, want dan komt een beetje nu de ondernemer in je verder naar boven. Ja. Dit heb ik eigenlijk altijd al gedaan. En dat is leuk. Maar wat is er nog meer? Ja. En wat zou voor jou een reden zijn om dat verder uit te breiden? Om gewoon nog meer kennis op te doen. En gewoon nog meer ondernemers te kunnen ondersteunen daarin. En dat anderen blij maken, maakt mij nog meer blij. Ja, zelf groeien en anderen blij maken. Ja. 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 En als je nou eens heel groot mag dromen, dat alles mogelijk is, zonder oordeel. Waar zou je jezelf dan over 5 of 10 jaar willen zien staan? In het ondernemerschap? Of dan zie ik mezelf eigenlijk, als ik, daar had ik al een beetje over nagedacht. En ik denk dat het dan, ja, dat is een droom. Maar dan zie ik mezelf inderdaad als ondernemer met VA's onder mij die ik ga aansturen. Dat is eigenlijk, ja, dat begint dan één keer de laatste weken begint dat te kriebelen en te dromen. Ja. Ja. En dat, ja, dat is dat stukje leiderschap toch weer in mij. Precies. Dat zie ik wel voor me. Ja, leiderschap inderdaad. Ja. Ja. Ja, en weet je, dat is ook heel denkbaar, moet ik het zeggen? Ik zeg het verkeerd. Heel goed mogelijk om dit te realiseren. Ja. Ja. Dus dat is wel iets wat de laatste maand eigenlijk een beetje begint te kriebelen. Dat er ergens toch iets zit van, ja, dat leiderschap zit er toch ergens in. Ja. Dus dat zie ik wel voor me. Om dat toch zo ver uit te gaan breiden. Dat ik hulp nodig ga zijn. In plaats van dat ik alleen maar hulp aanbied. Ja. Ongelooflijk hoe dat in zo'n korte tijd kan. Dat je je potentieel wil gaan zien. Want dat is het, hè. Voorheen wil je het niet zien. Want dan ben je er helemaal niet zo bewust van. Wat zit er allemaal in mij? Wat heb ik allemaal te geven? Want je zit zo in een hokje van een functie. En dat is het. En dat is ook geen verwijt naar het arbeidsleven toe. Want het is ook heel logisch dat grotere bedrijven moeten ook zo functioneren. Anders kunnen ze niet samenwerken met heel veel medewerkers. Maar als je voor jezelf kiest, dan mag je eigenlijk alle deurtjes van jezelf open gaan zetten. Van ontdekken, wat voor kwaliteiten zitten er allemaal in, hè? Wat is die parel in jezelf die je kan ontdekken? Wat is die diamant die je kan vinden? Wat is die vlinder die ineens hele, hele bijzondere, prachtige vleugels heeft? Het zit allemaal in je. We hebben nog zoveel meer te geven. Want ik zeg altijd, VA is stap 1, maar is geen eindstation. Dus blijf spelen, blijf ontdekken. En vooral dat. Want op het moment dat je heel veel gaat bedenken, dan loopt het heel vaak anders. Hè? Want het universum heeft vaak een ander pad voor ons dan dat wij denken. En dat is ook het verschil tussen ratio en intuïtie. Maar als je ergens wel een stip op de horizon hebt van daar wil ik ongeveer heen en de weg daar naartoe vrijlaat, dat mag ontstaan, ja, dan ga je de prachtigste dingen tegenkomen. En hoe is dat voor jou, de verhouding tussen ratio en intuïtie? Ben je heel rationeel? Ben je ook heel intuïtief? Ben je dat nog aan het ontdekken? Hoe sta je daarin? Een beetje van beide eigenlijk. Ik ben het nog wel aan het ontdekken.
Maar eigenlijk volg ik heel vaak toch wel mijn intuïtie. En dat is eigenlijk ook, ook naar dat VA-schap, dat was ook gewoon een onderbuikgevoel van, nou, dit voelt goed, dit ga ik doen. Dus ik volg wel heel vaak mijn intuïtie, maar op het moment dat het moet, dan neemt mijn ratio het over. Ja. En dat is wel heel goed. Ja. Kijk, als ik mijn gevoel volg, dan had ik een half jaar geleden mijn baan opgezegd. Dan had ik nou een groot probleem gehad, waarschijnlijk. Dus dat was veel te vroeg. Ja. Dus kijk, ja, dan neemt de ratio het over. Ja. En dan is het iets van, ik wil het heel graag, maar het kan gewoon nog even niet. Nee. Dus dat is eigenlijk best wel heel erg goed in balans op dit moment. En was dat ook zo voorheen? Nee. Toen je nog Meta de Grijze Muis was, dat mag ik je zo noemen even? Ja, zeker. Ja hoor. Was je toen enigszins bezig met je gevoel en je intuïtie? Nee, helemaal niet. Nee. Helemaal niet. Nee, alleen maar echt maar mijn hersenen die draaiden en mijn gevoel dat... Nou, dat leek wel een soort van uitgeschakeld. Dat deed gewoon niet meer mee. En ja, dat is vooral het laatste... Ja, denk ik, ja, afgelopen jaar. Ik denk dat vorig jaar april ergens iets is geweest. Toen kwam ik in contact met iemand die ook heel veel vanuit haar intuïtie werd. Ja. En vanuit daar, ja, toen is er toch iets al losgekomen, denk ik. Ja? En heb je toen een gesprek gehad? Of heb je toen, wat heb je toen gedaan? Nee, nou, dat is een mevrouw die werkt heel veel met etherische oliën. Mm-hmm. En toen kwam ik daarmee in aanraking. En daar, die had op een gegeven moment een workshop. Met heel veel vrouwen daar, gewoon lekker gezellig met elkaar, kopje thee erbij. En dat zou ik gewoon nooit gedaan hebben daarvoor. Zomaar met een vreemde groep vrouwen of mensen in het algemeen, zo van, nou, dat ga ik echt niet doen. En die drempel ben ik toen overgegaan om dat toch te gaan doen. En daar is denk ik al een stukje gedraaid. Dat ik toen toch meer mijn eigen gevoel mocht gaan geloven. Ja. En daar is het toen al... Daar kwam al een stukje los. En ja, dus dat nu bijna een jaar geleden. En dat is ja, dat toch mijn gevoel weer meer mag spreken. Ja. En dat voelt heel goed. Ik geloof heel erg in de dualiteit van het leven. Hè? Dus waar licht is donker. Waar angst is liefde. Waar, hè? Ja. Dus het is niet per definitie dat je één ding nodig hebt. Hè? We hebben beide nodig. Dus zowel je intuïtie is heel belangrijk. Maar ook je ratio. Je kunt niet alles intuïtief beslissen, want dan gaan dan dingen ook finaal fout. Ik heb beide kanten ook ontdekt en gekend. En ja, die balans daarin is gewoon heel erg belangrijk. Ja, want dat zachte stemmetje in je, die vertelt je precies waar je wensen liggen, je verlangens en behoeftes. En daar worden ook de beslissingen genomen. Vervolgens gaat je brein het rationaliseren en uitleggen waarop je dan die keuze hebt gemaakt. Zo werkt dat. Hè? Dus we maken altijd eerst onbewust keuzes bij elke beslissing die we nemen. En vervolgens gaan we het rationaliseren. En als we bij het rationaliseren dan denken van, oh, dat is toch echt nu niet verstandig of wat dan ook. En dan kun je nog bijsturen. Dus het is goed dat die er is. En En wat drijft jou nou in je bedrijf? Waar krijg je nou ontzettend veel energie van en voldoening van? Wat is dat voor jou? Op dit moment echt vooral dat ik mijn kennis allemaal weer aan het herontdekken ben. Mm-hmm. Dus dat het allemaal weer boven komt drijven. En dan, nou, alleen daarvan word ik op dit moment al heel erg blij. En als ik mijn opdrachten af heb en dat aan de klant meld. En dat hij daar dan vervolgens heel erg blij van is dat het gewoon allemaal weer draait. Ja, dat drijft mij op dit moment heel erg. Gewoon de blijdschap van een ander. En dat is toch wat mij eigenlijk altijd al heeft gedreven. Als ik een ander blij kan maken, dan word ik vanzelf wel ook weer heel blij. Ja, een ander blij maken. Ja. Ja, ja, nou die raakt me wel. Want ik zei vroeger altijd, als anderen om mij heen blij zijn, dan ben ik het ook. Ja. Ik weet niet of jij het ooit zoiets hebt gedacht, maar... Ja. En dus je bent heel erg gericht op je buitenwereld. En en dat komt vaak door de dingen die je meemaakt in het leven. Ja. Die hebben je in het verleden en je jeugd pijn gedaan. En eigenlijk heb je dus een stuk van jezelf aan de kant gezet om zelf blij te worden. Om jezelf te beschermen voor pijnen van buitenaf. Je gevoel af te sluiten. Dus als anderen dus genieten, dan geniet jij ook. Want dan geniet je in ieder geval. Ja,
Dat klopt. Hè? En dat is toch wel echt, ja, voor mij ook zo'n groot cadeau in het ondernemerschap geweest, door het ondernemerschap, dat ik ook dichter bij mezelf ben gekomen en ben gaan luisteren naar wat wil ik nou, hè? Ja. En ja, weet je, dat is toch een van de prachtigste cadeaus die je kan krijgen. Alleen al door zoiets te doen, dat kun je van tevoren niet bedenken. Nee. Nee. Nee, dat klopt. En je zult zien dat anderen om je heen nu nog blijer zijn, omdat jij blij bent. Ja. Nou, die boemerang, die komt heel hard terug op het moment, inderdaad. Ja, precies. Het gaat echt, ja, overal merk ik het nu. Ook op gewoon bij mijn werkgever merk ik het nu. Hier thuis, in de familie, in de vriendengroep. Ja. Iedereen ziet nu een andere meta. En dat is, dat is wel heel fijn om te zien hoe zij daar dan weer op reageren. Mooi, hè? En dat, ja, dat is heel mooi. Dat is ook dat iedereen daar enorm positief op reageert. Dat is, ja, dat zijn echte cadeautjes nu. Ja. Dat voelt heel goed. En we denken altijd dat we starten als ondernemer voor vrijheid, om zelf keuzes te maken, wat we gaan doen, met wie we gaan werken. Maar het is nog zoveel meer dan dat. Ja. Dat zijn de dingen die je zo kan benoemen, maar dus de dingen die daaronder liggen aan persoonlijke groei. Dat is gewoon van tevoren niet te bedenken wat dat voor je gaat zijn. Nee. En hoe manifesteer jij in jouw bedrijf? Want ja, manifesteren, dingen neerzetten, dingen ook echt doen. Dus voor de ene is dat heel, heel makkelijk. Voor de andere is dat heel moeilijk. Die komt moeilijker in beweging. Hoe doe jij dat? En wat helpt jou daarbij? Ik merk dat ik het nog wel heel lastig vind om echt naar buiten te treden. Dus echt op de social media ben ik nog niet heel actief. Daar ben ik wel mee bezig. Ik ben een aantal webinars en zo aan het volgen om te zien hoe ik dat op een goede manier kan gaan neerzetten. Dus dat vind ik nog wel een dat is nog wel een dingetje. Dat is nog wel een drempeltje. Wat lukt er al wel? Want je hebt nu al een aantal klanten gekregen. En al heel snel. Dat had je echt niet verwacht dat het zo snel ging. Hoe is dat, heb je gemanifesteerd? Ja. Heb je het gedaan? En ja. Dus hoe kom jij dan in die actiestand? Ja, door toch mezelf daartoe te dwingen. Of, nou, als je wat wil, zul je het nu toch echt moeten gaan doen. Je kunt wel gaan stilzitten, maar dan gebeurt er helemaal niets. Nee, precies. En dat is een beetje waar ik nu ook naartoe aan het groeien ben. Dat ik, dat is ook een stukje vanuit mezelf, denk ik. Toch zo'n belemmerende gedachte die me daarin een beetje tegenhield. En het is nu gewoon, ja, als ik wat wil gaan doen, moet ik dat nu ook gewoon gaan doen. En niet meer afwachten, want dan gebeurt er gewoon niets. Nee. En dat is waar ik nu dus heel erg mee bezig ben. Ja, dus je kan jezelf wel heel goed een soort van in beweging zetten van dit is waarvoor ik het doe. Ja. Met Hawaii op de muur. Ja, precies. Hawaii, heel groot op de muur hier. En die wordt alleen maar groter. Die komt steeds dichterbij. En zolang ik mijn doel daarin gewoon goed voor ogen hou en mezelf niet voorbij ga lopen, want dat heb ik ook al even een klein stukje gehad, dan dacht ik, ho, stop. Het gaat heel hard. Het gaat even wat te hard en je doet even te gek, die rem even weer intrappen. Ja. En dan daar de balans in vinden nu. Dat is voor mij wel even belangrijk. En op die rem trappen, waardoor moest je op die rem trappen? Dat ik gewoon, ik had en 24 uur loondienst. En dat ik gewoon zoveel uren nog ernaast en in mijn eigen bedrijf aan het werk was. En voor klanten aan het werk was. Dat ik eigenlijk mezelf voorbij aan het lopen was. Mm-hmm. Dat er gewoon te weinig vrije tijd overbleef voor mezelf. Ja. En dat, toen vernam ik in mijn lichaam ook van, oh jongens, dit gaat niet goed. Dit is even te veel. En toen heb ik het wel even terug moeten schroeven. Dus toen was er even stop. En even rust. Ja. En de balans vinden. Ook weer heel leerzaam. Ja. Ja. Dat die grenzen stellen is ook voor jezelf opkomen. Hè? Ja. Ja. Dus dat, ja. En aldoende leert men daar dan weer in. En dat, dat leren we steeds beter. En hoe, via welke kanalen ben jij aan jouw klant tot nu toe gekomen? Wat heeft er voor jou gewerkt? Facebook en LinkedIn. Ah, dus je hebt het echt met social media gedaan? Ja. Ja, heel mooi. Ja, via Facebook had ik een foto geplaatst van op de dag dat ik mijn inschrijving had gedaan bij de Kamer van Koophandel. Ja.
En daar hebben we dus familie en vrienden gedeeld. Nou, en daar zat dus een vriend van een vriend. En die heeft inderdaad een accountantskantoor. En die benaderde mij. En nou, daarmee in gesprek. En dat werd mijn eerste klant. Dus dat was eigenlijk, die kwam bij mij. Dat was wel heel fijn. Ja. Dus dat, En via LinkedIn eigenlijk op dezelfde manier. Ook via een post die ik deelde. Daar kwam ook iemand op. Maar ook iemand die ik inderdaad ook zelf wel kende. En die mailde van, zouden wij eens in gesprek kunnen? Wat kun jij voor mij betekenen? Dus dat, toch via de social media kanalen. Ja, het is heel divers. Hè? Ik bedoel, je hebt live en je hebt online. En daarin is het voor jezelf vinden. Ja. Of wat past nou het beste bij mij? Want ja, je hoeft niet alles te doen. Hè? Ik bedoel, als sommigen houden juist niet van live en die pakken het online. Sommigen houden helemaal niet van online en die pakken het live. Dus ja, je kunt daarin gewoon heel goed een mix vinden. Van ja, waar voel jij je prettig bij? En en dit dus heeft voor jou heel goed gewerkt. En nu lekker doorpakken. Want dan kun je over niet al te lange tijd ook je loondienstbaan loslaten. En lekker dat helemaal wel alles zelf inbrengen. Ja. Ja, dat is wel de intentie. Ja, mooie doelen. Hey, en wat betekent voor jou je volle potentieel inzetten in het leven en in je bedrijf? Alles eruit halen wat erin zit. Eigenlijk meta maximaal open laten bloeien als een prachtige bloem. Ja, ik denk dat in. Ja, wat dat voor mij betekent. Heel veel geluk. Geluk, heel veel liefde. En mijn liefde voor mijn vak ook vooral. Ja. Maar ook gewoon weer leven. Gewoon leven. Leven. Leven, ja. Want dat heb je een hele tijd niet gedaan. Precies. Dus je hebt dan de komende jaren, ik hoop nog heel veel, om volop te kunnen doen. Ja. En dat is wel, dat is wel het grote potentieel, denk ik. Ja. Ja, mooi doel. Dat is, weet je, dat is ook natuurlijk van, natuurlijk wil je een goed lopend bedrijf. Maar daar ligt altijd, onder het ondernemerschap ligt een hele grote why. Ja. Hè? Leven. En als je nu terugkijkt naar jouw leven, dan heb je een hele tijd gezien dat je een hele tijd hebt stilgestaan, niet hebt geleefd. En nu denk je, nu ga ik in ieder geval de komende jaren alles uit de kast halen wat ik heb. En om het zo in te richten. En als je gaat kijken naar maximaal leven en ondernemen. Hè, dus hoe zou jij het liefst jouw leven willen inrichten en daar jouw bedrijf omheen willen bouwen? Met een hele goede balans met mijn familie, mijn gezin. En daar ook ervoor kunnen zijn. Want dat is een stukje wat bij mij altijd heeft geknaagd. Mm-hmm. Dat ik er niet kon zijn voor mijn gezin op het moment dat het nodig was. Oké. Okay. Dus als ik dan op mijn werk zat, dan had ik het gevoel van, ik hoor nu eigenlijk thuis te zijn. En als ik thuis zat, dan dacht ik van, maar eigenlijk hoor ik op mijn werk te zitten. Dus er was eigenlijk voor mijn gevoel nooit een goede balans. Nee. En ik denk dat ook voornamelijk zit in dat ik nu 3 hele dagen werk. En als ik straks de loondienst op kan zeggen en mijn uren gewoon zelf beter kan indelen, dan kan ik er ook zijn op momenten dat mijn gezin me echt nodig heeft. Ja. En dat is dan bij ziekte of bij stress of wat dan ook. Maar dat is dan net even wat makkelijker in te delen dan dat je je verplichtingen hebt richting een werkgever. Ja. En dat is waar ik eigenlijk sinds de geboorte van de oudste gewoon altijd eigenlijk wel mee heb geworsteld. Ja. Dat ik er eigenlijk aan beide kanten voor mijn gevoel nooit volledig heb kunnen zijn. Nee. En dat vind ik, dat heeft me eigenlijk altijd wel bezig gehouden. Nou, hoe mooi is dat je nu die keuze hebt gemaakt. Ja. Nu heb jij het in de hand. Ja. Ja. En dat is, dat voelt wel heel fijn. Ja, dus dat is het. Hè. Je moet altijd eerst kiezen hoe wil je leven en hoe wil je daaromheen werken. In plaats van hoe wil je werken en daaromheen leven. Dus dat is wel een wezenlijk verschil. Ja. Nog om even af te sluiten. Wat zou jij vrouwen zoals jij hè, en met name dus de meta's die zoals jij vroeger was... Wat zou je eens nog mee willen geven waarvan jij vindt dat dat helpt om een doorbraak te krijgen?
vooral je gevoel volgen. En vooral denken, als je denkt dat je het kan, dan kan je het ook. Gewoon het gaan doen. Ja, je gevoel volgen, maar ook inderdaad jezelf niet meer wegcijferen. Jezelf op één zetten. Ja, en hoe doe je dat? Want dat is natuurlijk wel je gevoel volgen. En zeker mensen die dus afgesneden zijn van hun gevoel, door wat ze hebben meegemaakt in het leven. Die voelen heel moeilijk. Hè? Heb je daar nog een tip waarvan je zegt van nou, dat zou wel eens kunnen helpen? Vooral hulp zoeken. Hulp zoeken in boeken waarvan je het soms niet verwacht. Ja. En dat is, in mijn geval was dat Dennis. Maar dat zit natuurlijk op veel meer plekken. Ja, ja. En vooral in gesprek ook blijven met de mensen om je heen. Ja. En daar op een gegeven moment ook aangeven wat je, wat je tegenhoudt. En vaak geven die je dan ook nog wel het setje van, doe het nu maar. Ja. Want anders komt het ook niet goed. Nee, anders komt het niet. Dat setje had ik ook niet. Dat setje heb ik ook nodig gehad. Van mijn partner zelf. Die zei ook van, ik zou het maar gaan doen. Want anders weet ik niet waar wij over een paar jaar staan. Ja. En dat was ook wel een drukker die ik op dat moment ook enorm nodig had. En ook een ondersteuning daarin. Mooi. Dus vooral doorgaan. Dankjewel voor je inspiratie, Meta. En ik denk dat we hier heel veel vrouwen mee kunnen inspireren. Om het heft in eigen hand te nemen. En echt te gaan staan voor wie ze zijn. Wat ze in hun hebben. En daar hunzelf mee te mogen verblijden. En anderen om hen heen. Als luisteraars en kijkers nog wat meer over jou willen weten, kunnen ze jou dan ergens online vinden? Ja, ze kunnen mij vinden op mijn nog in aanbouw zijnde website. Daar staan wel mijn contactgegevens op. Mm-hmm. Dat is mjmofficesupport.nl. En op de social media kanalen LinkedIn op mijn eigen naam, op Meta de Wolde. Ja. En op Facebook ook. Ook op MJM Office Support. En op Meta de Wolde. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel voor alles wat je met ons wilde delen. En jij ook heel veel succes. En vooral heel veel plezier. Blijf lekker ontdekken. En ik hoor wel wanneer je naar Hawaii gaat, hè? Ja. Super tof dat je tot hier bent gekomen. High Potential Woman. Wil je meer van mij weten? Ga dan naar mijn website danielleleuvering.nl. Of volg mij op mijn social media kanalen via @DanielleLeuvering. Vond je dit tof? Like en abonneer je dan op dit kanaal. Graag tot een volgende aflevering.